In het Hilversumse sportpark was een zeer groot aantal liefhebbers van de paardensport getuige van spannende draverijen. In de race om de wereldomroepprijs speelden drie paarden een belangrijke rol. Unworthy, Vlekloos Hannover en Troubadour. De paarden moesten een parcours afleggen van 2900 meter. Op het laatste rechte eind was Unworthy het snelst. Hoogtepunt van de middag was de race om het kampioenschap voor Nederlandse paarden. Ook hier waren er drie paarden die de wedstrijd beheersten. Kwik Hollandia G, Kwiksilver S en de grote favoriet Theo Messidor. De vele duizenden toeschouwers konden genieten van een fraaie en spannende race. Theo Messidor, die zeer tactisch werd gereden door Freek Ehrenberg, ging als eerste langs de eindpaal. Het werd de derde achtereenvolgende kampioenschap voor deze zevenjarige Vosruim.